Hallo Danny, ik ben Jesse. Ik ben Hans. En we doen nu een wat veel mensen de beste, een van de beste spellen ooit vinden. Een klassieke. Mega Man 2. Just hit the fan. It's 2000 days. Ik hou van de... The rest of the legs of the song. Ik hou van de achtergrond in dit stukje. Oké. Okay. De achtergrond ziet er heel goed uit. Dat wel, hè. Oh god, wat ik zei, Rijn, kan ik dit niet uit mijn hoofd, kan ik dit niet horen. Je kan niet het lied horen. En like Rijn's lyrics daarmee. Die hij heeft gekopieerd van Brent of Vos. Maar ja, dit is Mega Man 2. Dit werd gemaakt door... difficult met... mode. Ja, we doen difficult mode. Uiteindelijk, al die blue balls door de lollies heb je uiteindelijk ballen gekregen. Difficult mode is, like, het is niet zoveel moeilijker, maar je kan soms voelen dat je minder schade doet, dat je meer schade krijgt soms, vooral bij bazen. Uh-huh. In ieder geval, we gaan eerst naar Metal Man toe, want we willen de Metal Blades hebben. Uh-huh. Uh-huh. Yeah. Als je normale mode speelt, kun je ook Crash Man doen. Hij heeft namelijk een patroon dat niet zo erg moeilijk is, maar Metal Man is niet erg moeilijk en je krijgt de beste wapen in het spel, dus graag bij hem eerst. Zijn die dingen insta-kill? Nee. Oh goed. Maar ze hebben een grotere hitbox dan het lijkt. Ze blijven ver van ze vandaan. Oh mijn god, spreid flikkering. Oh my god, dit is zo mooi. Oh, dit is zo prachtig. Om eerlijk te zijn, ik denk dat het renderen alleen maar erger maakt. Want volgens mij, het flikkert meer tijdens het renderen dan dit. Lol. Oh man. En dan heb je deze drill dingen, die blijven maar heel erg respawnen. Dus daar moet je goed voor uitkijken. Dat is dus wel goed voor grinden. Oh, dat is heel goed voor grinden. Alleen soms gebeurt dat en dan weer gewoon verder gaan. Dat is lekker godverdomme. Ik wil mijn HP terug. Precies. Natuurlijk ga ik alle grinden eruit knippen. Dus, like... dus zoals dit. Oh, het is zoveel klein. Ik moet er nog doorheen gaan en zo. Leven. Oh, leven! By the way, ik heb difficult mode geselecteerd, maar volgens mij is dit krijg extra leven mode, want ik heb zoveel extra levens gekregen deze playthrough. En dit is ook meer gekker te maken. Maar ik zul je zeker weten dat je 150 keer doodgaat op dezelfde level. Dit is toch niet de lost level, Zennis? Oh, ah! Leven, je hebt gemist. Ja, die kun je alleen krijgen met item 2 of met item 1, dus die hebben we nog niet. Ik ben heel erg... Dit is een beetje een indie spel als je erover nadenkt, want de makers moesten dit uit hun eigen geld in de vrije tijd doen. Ja. Maar dat is heel goed gelukt. Het is ook veel beter dan het eerste spel, moet ik zeggen. Like, ik heb veel meer... Sorry, jij mag eerst praten. Nee, volgens mij de reden waarom dit spel zoveel beter is vergeleken met misschien sommigen, omdat ze echt liefde in het spel hebben gestopt. Dat en volgens mij wisten ze ook dit keer wat ze echt wilden doen ermee. Ze zijn meer creatiever geworden met de levels volgens mij. Ja. Laten we zeggen, vergelijken met de andere spellen zoals 4 en 5 die mensen meer vonden. Ik kan veel meer energie in dit spel voelen. Ja. De muziek is ook geweldig. Ja. Dus vooral met Mega Man spellen. Waar? Vooral met, en het is altijd met de slechtste spel dat het beste is. In difficult mode moet je hem 2 keer raken volgens mij, want in de normale mode kon ik ze gewoon in 1 keer neerschieten, deed ze dit niet. Dat is heel raar. Heb je op normaal mode teruggespeeld? Ja, ik heb als je eerst heb ik een playthrough op normaal mode gedaan, daarna deed ik hard mode. Ja. Want ik denk van normale mode was te makkelijk. Wist je dat difficult mode eigenlijk Japans normaal mode is? Ja, want Japan heeft geen normale mode. Japan zag lijkt aan de best gewoon heel erg precies like, als mietjes, dus gaaf in de normaal mode. Ja. Dat is waar. Ah, en hier komen we bij de baas, Metal Man. Elke keer wanneer je schiet volgens mij, dan gaat hij springen en doet hij de Metal Blade. Soms is het best wel random, want soms gaat hij 3 keer doen, daarna doet hij 2 keer, dan doet hij 1 keer. Of 4 keer. Ja. Nou, ik zie het wel erg wanneer hij het 2 keer doet, maar wanneer hij het 3 keer doet is het moeilijk. Ga je dit toch wel winnen? Oh wacht, je hebt nog niet, denk ik zo. Ik ga geen items gebruiken voor random baas. Oké, dat is leuk, maar... Het is Metal Man, Jesse. Ja, maar dit is difficult mode. Het buster doet hij zo schade.
Ze moesten dan een metal beats krijgen voor de gevecht. Dat kan niet! Ik moet eerst hem verslaan! Bullshit. Doe jij met bullshit? Ik kan helemaal gewoon jouw Mega met één plate moeten zien. Like als je, ik heb gemerkt dat als je meerdere keer schiet, dat hij dan vaker de 3 aanval doet. Maar dat weet ik niet zeker. Volgens mij ligt het aan de hoeveelheid kogels die je gevuurd. Oh nee, laat maar. Dat zou dus die irritante witte flash die irritant is. Dat zou dat net heeft het spel soms dan raak je iets en dan krijg je zo'n witte flash op het beeldscherm wat best wel irritant is voor je ogen. Oh god. Dit is de meest ontbindende paasgevecht ooit lijkt. Epic as fuck. Help! Tazukete Goku! Tazukete! Ik krijg een soort frameskip, want ik vergeet dat ook. Ja, ik zag dat. Oké. Okay. Is het dan een... Oh, oh, nee. Fuck dit. Fuck the shit. Ik krijg genoeg E-tanks anyway. Dat wel. Totdat je bij Airman komt. Oh nee, ik... Je zegt het alleen maar voor een liedje of niet soms. Ja. Maar ja, bij normale mode hebben ze ook de bussen heel veel meer schade laten doen. Dus deze baas zijn normaal veel makkelijker in normaal mode. Maar in difficult mode, 1 schade. Meestal. Zo. Welkom bij Mega Man 2, War of Attrition. Dat is een beetje wat het is als je Buster mode doet. Alleen maar Buster mode erin gaat doen. Het is bijna dood! Uiteindelijk. Ja, je hebt nu het spel gewonnen. Dat is geen punt om het spel verder te spelen. Ja, we hebben de Metal Blade. We hebben gewonnen. Niks anders is nodig. We hebben de Metal Blade. We kunnen gewoon niet stoppen. Want Metal Blade is de meest overpowered wapen in dit spel. Wat zijn de redenen, Jesse? Oh, het doet heel veel schade. Je kan het in 8 directies gooien. Het is meestal super effectief op veel bazen. Alleen het werkt ook niet tegen sommige bazen, dus ja, je kan niet alleen maar de Metal Blade gebruiken. Maar... Veel munitie. Ah, de achtergrond! Het doet pijn aan mijn ogen! Kijk niet op vol scherp. Ah! Oh mijn god. Oh mijn god. Wie dacht dat dit een goed idee was? I don't know! Ik wil een soort waterfall effect maken, maar dit is gewoon niet goed. Dit is... Ik weet niet wat ik moet doen. Wat mijn ogen. Ik hou wel van dit team, though. Oeps. Ja, de death count is terug. Ja. Want ik denk van, jij gaat vaak dood in dit spel, dus het is grappig. Dat is nu nog een dat is ook een ding met Metal Blade. Het heeft heel veel ammunitie. Dus je kan het heel vaak spammen. Je kan gewoon de buster vervangen hiermee. Ja. Oh god, sprite-flikkering is zo erg. Het waterval maakt het alleen maar erger. Het is nog erger wanneer je het ziet op een video dan als ik het hier dat ik het speel. Ik weet niet waarom, ik ben ook weer bezig met wanneer ik speel, maar wanneer ik het zie is het like holy shit. Ik hoor het niet hoor, met mensen die het op fullscreen hebben gezet. Oeh. Ik ga wel in... voor deze playthrough ga ik wel een andere orde dan in mijn eerste playthrough dat ik dit spel heb gespeeld. Want ik wil voor de beste orde gaan, dit keer. Best? Wat het handigste is om te doen voor mij. Ah. Voor het meeste gedeelte. Ik had ook de Leaf Shield eerder kunnen halen om Airman te verslaan, maar dan kunnen we dat liedje niet erbij doen. Want dat is dan dood. Ah, dan deze motherfucker die in de weg staat. Je moet hem in zijn hoor slaan, maar ik heb geen... ain't nobody got time for that shit. Ik ga hem niet verslaan. Fuck dat. Die spijkste boven zijn by the way instant death. Zijn niet zo erg in deze level, maar in Wily 2. Oeh. Deze dingen duren best wel lang om te level grinden. Ik heb geen grinding met hun, maar ik deed toch. Zet ik krijg een extra leven in de buurt. Ah, je kop, Ennis.
shit up. Dan sta je toevallig op de ene plek waar die ster gaat spawnen. Misschien had ik gewoon een legacy versie moeten nemen op de PlayStation 2. Misschien zou het dan minder sprite flickering zijn, ik weet niet. Oh, maar ja, er zijn watervisjes dat je op. Dus je springt hoger dan normaal. Daarom ben ik heel voorzichtig. Ja, dat werkt eigenlijk niet, dat wel soms, want je kan niet echt springen onder water. Je kan echt goed springen onder water. Ik ga zwemmen onder water, maar springen. Dus ik kom dat Mega Man van metaal is en dus juist zinkt. Nee, dat vind ik heel erg catchy. Ja. Terug naar de middle pit. Dit is Bubbleman. Bubbleman, oh. Geen zorgen, dit is niet Pac-Man Battle Network 3. Battle Network Flashback. Iedereen gaat Bubbleman. Bubbleman is een van de meest vervelende bazen in Battle Network 3. In feite weten dat ik 3 heeft heel veel moeilijke bazen. Ja. Ik kan nu niet even praten, maar de beste die ik heb is Bubbleman. Ik heb eigenlijk. Flamen kan irritant zijn met zijn kaarsen. Nee, dat is niet zo erg. Beest was daar nog. Serenade. Nou, die heb ik niet verslagen. Maar ja, kan alleen maar raken als ze in de hoek zit, Ennis. Als je haar hebt gecornerd kun je haar raken, anders ontwijkt ze al je aanvallen, letterlijk. Je raakt haar en dan deflect ze het gewoon. Oh, alsof ze een fucking Dragon Ball Z karakter is. Dat is een Quick Man die stilstaat, alles kan deflecten. Ja. Ja, precies. Maar dan erger. In ieder geval, Bubbleman is niet zo moeilijk. Gewoon met een Blaze to win. Wow. Dit was een hele moeilijke gevecht. Ja, dit is een van de moeilijkste Mega Man gevechten. Deel ik ooit heb gehad. Dit is like Toad Man. Beide zijn makkelijk. Dan vervolgens komen ze terug in Battle Network. Veel moeilijker. Waarom zijn de makkelijke bazen veel moeilijker in Battle Network? Wie is de moeilijkste baas in de Mega Man serie? Weet ik veel. Mighty Machine 7, dat. In ieder geval krijgen we de Bubble LED. Hiermee kunnen we Heatman verslaan. Maar fuck dat, we gaan naar Airman toe. Airman? Ja, Airman. Ik weet het hoor, je zit nu nog na te denken hierover. Ja, ik zit na te denken en ik denk... Ja, ik wil item 2 hebben, dus we gaan naar Airman. En we willen ook zijn wapen hebben voor Crashman. En we willen ook nog een safe state erbij doen. Dat is niet echt een safe state. Ja, oké, misschien. Ik zat te kijken naar wat voor wapen super effectief als waar item 2 zit en zo. Dus Airman. Je weet dat Woodman ook wel effectief is tegen Airman. Ja. Ja. Maar Ennis, fuck Woodman. Ik haat Woodman. Lord. En ik wil item 2 hebben om Heatman te krijgen zodat ik Woodman kan verslaan. Weet je, zegt dat. Je haat Woodman. En grappig genoeg, die persoon die de lied schreef had ook moeite met Woodman. Het is grappig dat je het zegt. Dus, welkom bij Airman Stage. Nou, Airman Stage is veel makkelijker dan ik het laat lijken. Want ik ben een idioot aan het zijn. Ik, toen ik het eerste speelde, ging ik geen één keer dood. Ik ben dom aan het doen in deze playthrough. Ik ga het gelijk zeggen. Ik spring terwijl die stekels al omhoog gaat, lijkt fucking me cool. Ik zoek de juiste timing, Ennis. Duurt te lang. Volgens mij kan je gewoon over hem heen springen. Oh, laat me zitten. Nee, je kan niet over de stekelstukjes heen springen, geloof me. Je zult het zien. Ik ben veel onvoorzichtiger in deze commentary plate, om eerlijk te zijn. Ik was veel voorzichtiger in emotionele playthrough, ook al speel ik op difficult mode. Ik weet niet waarom. Want als je al normaal hebt gespeeld, zeg maar, haha, ik heb het al eerder uitgespeeld. Ik kan, dit spel moet makkelijk zijn. Ja, dit spel is niet zo moeilijk. Fucking difficult mode. Ja, maar de difficult mode is niet zo erg nog steeds. Ik kan me niet... Was dat Zeus? Ja. Dat is Zeus. We vermoorden Zeus, Ennis. Ik kan me niet wachten op Mega Man 3, waar de soundtrack veel beter veel meer leuk vindt. Dus vooral door de Megas. Oh, jij doet Mega Man 3, dus.
Maar eerst moet je Mega Man 1 doen, hè? Dat is... Ja. We zijn erbij. Dit is eigenlijk... Ik vind het raar dat ze deze, dit stukje eigenlijk niet echt hebben herhaald of zoiets. Want ze herhalen meestal wel soms sommige level pieces een beetje. Met zulke spellen, maar... Twee levens! Deze vogels zijn de beste. Voor kleine, ja. Ik wonder waarom Johnny dat gebruikte bij Mega Man 7. Ja, waarom niet? Dat zijn de beste kleindingen. Wat gebeurde? Worth it. Zeg, daarna kreeg ik nou een bruine energie en een blauwe energie terwijl ik in de bruine ben. En bronzen. Groenachtig vorm. Is dit niet meer een metaal vorm? Oh, I guess. Het is niet echt metaal uit zo. Ja, daar ga je. Oeps. Oh, nog een keer. Heeft Jesse niet geleerd van zijn fouten? Nee, Jesse leert nooit van zijn fouten. En is onthouden dit. Wanneer ik spellen speel, leer ik nooit van mijn fouten. Nooit. Letterlijk nooit. Ergens met die invisibility frame zou ik gewoon springen. Ja, maar en is toch ik wil grinden. Nou ja, god. Zo, dan ga je ook nog eens de grinden laten zien in Pokémon Hard Gold. Nee, dat heb jij gedaan. Dat ga jij nog eens doen. Ik ga dat niet doen. Dat is alleen iets wat jij zou doen. Eigenlijk, dat is wel iets wat ik zou doen. Wel, je hebt het gedaan, een kristal! Nee, ik heb niet de kruiden laten zien. Jawel, je hebt wel wat van de kruiden laten zien! Niet dat ik het herinner. Dus kijk naar de gebeurd zijn. Het zit toch op YouTube, ons die commentary stukjes, dus dan moet je het opnieuw kijken. Eerlijk gezegd, ik ga dat nooit opnieuw kijken. Het kreeg van iets. Samen met ook andere dingen die we de laatste tijd hebben gevonden, ik kan ze niet opnieuw kijken. Is de cringy? It is angst. Dat ga ik cringen. Dat kan op end. En dus onze video's zijn veel beter geworden dan... Dat is waar. Nog steeds niet. Zo. Zo, laten we Metalman... Airman. Laten we Airman slaan. Oh, okay. Ik wist dat ze dat zou doen. Nou, ik bedoel, wat verwacht je van mij? In ieder geval, Metal Blade werkt niet op hem, dus we moeten de bussen gebruiken. Woo! Nou, de bussen doet wel increased damage tegen Airman. Het doet veel lang om hem te slaan. Het is grappig hoe zijn health ook op hem lijkt. Ja. In ieder geval, Airman kan best wel moeilijk zijn met zijn tornado's. Zelfs al heb je de juiste timing op sommige tornado aanvallen. Hij gaat soms gewoon aanvallen doen wat je niet kan ontwijken. Ja. Hoe heeft Bro en Mitro een perfect run niet meegedaan? Geluk. Holy shit, je kapot veel schade waar je achter hem bent. I know. En als je aan liggen raakt, doe je veel meer schade. Like, hij is gewoon een hyperdimension Neptunia vijand. Dus waarom is het niet zo catchy? Alles wat je moet doen erbij is like wat versnellend het gevecht, zou ik zeggen. Vooral omdat het like, veel epischer te maken, zou ik zeggen. Maar dan gaat het niet veel te snel voorbij. Dammit, ik was zo dichtbij! Ik denk niet dat het uitmaakt met hoeveel keer dat je doodgaat. Wat vind jij van het liedje, like, wanneer je het liedje versnelt, dan beter gaat klinken? Soms kan ik het zien, though. Soms klinkt het wel goed. Die tornado's gaan nog steeds verder. Heel erg langzaam. Dit is de meest gevaarlijkste tornado ook, die heel erg langzaam door steden heen gaat. Ja. Je dacht dat het snel tornado gevaarlijk is? Oeh. En we krijgen de air shooter, wat handig is tegen Crashman. En we krijgen een bericht van Dr. Light. Dr. Rytel. Item 2. Met item 2 kunnen we door platformen heen. Nou, niet door platformen vliegen, maar over... We kunnen zo'n beetje vliegen voor een tijd. Voor een moment. Op een bord vliegen. Doe je ook een trucje daar? Wacht, nee, dat was een beetje mijn 3. Een trucje. Ja.
Dat werd een rustjet volgens mij.